Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. Vandaag begint voor mij een nieuwe werkweek. Ik had uh, gisteren namelijk vrij in verband me met uh, een sportwedstrijd die ik op de nacht van zondag op maandag aan het kijken was. In, in ieder geval, daar gaat het nu niet om. Het is tijd om wat nieuws te gaan lezen. Hier gaan we. Jan van Veen moet na een maand alweer vertrekken bij NPO Radio 5. Omroep Max, directeur Jan Slachter, spreekt van een onwerkbaar situatie. Het werd een wel eens niet te een spelletje en zo'n onwerkbare situatie. Heel jammer, laat slachter in een reactie aan het AD weten. Omroep Max schrijft in een verklaring dat door een verschil van opvatting over de invulling van het programma de kwaliteit niet kon worden geboden die de omroep voor luisteraars wil. De presentator zou volgens AD niet naar de studio willen komen om zijn programma in te spreken. Volgens Slachter leverde Van Veen zijn ingesproken teksten in matige audio kwaliteit af. Van Veen startte zijn radiocarrière op 1 september 1964 aan boord van zeesender Radio Veronica. Daar ontstond een van de langstlopende programma's van de Nederlandse radio, het fenomeen Candlelight. In het programma leest de radiomaker romantische gedichten van luisteraars voor. Na Radio Veronica was Candlelight op verschillende stations te horen, zoals Radio 3, Sky Radio en 100% NL. Nu.nl is in, een af, in afwachting van een reactie van, van Veen. Du duidelijk, Rhino's. Laten we eens even kijken wat Juna, nu jij reageert, dus van deze kwestie vinden. Tenminste. Ah, oké. Okay. D antwoord als het puur alleen de geluidskwaliteit was, dan hadden ze hem ook wel wat betere apparatuur voor thuis kunnen geven. Zoveel kost het niet om goed geluid ook thuis te kunnen produceren heren, voor wat gedichten voor te lezen. Waarom zou die überhaupt naar de studio moeten komen als het alleen maar gaat om wat tekst in te spreken? Dat is niet meer van deze tijd. Daar ben ik het mee eens. Maar Marcel Hengst antwoordt: Jan heeft al 25 jaar een heel trouw publiek. Publiek vocht Jan wel ongeacht de zender waar hij voor werkt. Hoop voor hen dat hij de naam mag meenemen. Aardvark antwoordt: Jammer, deze man kan zelfs de troonreden voorlezen op een dusdanige manier dat het een liefdesverklaring lijkt. Komt er een opvolger? Lane Forever antwoord. Ik miste zijn stem al afgelopen vrijdagavond. Pff. Dacht dat hij ziek was. Of zo jammer dat iemand op deze manier zijn carrière afsluit. Schuld of geen schuld. Dr. Law antwoordt. Uh, wordt weer een positief iets waar je prettige herinneringen aan, uh, aan kunt hebben de vuilnisbak in. Samen met Paulusma Wordt steeds gezelliger in NL. Ja, Rhinos. Uh, uh, dit, kan, dit kan allemaal erg lullen. Dit wordt allemaal erg lullig in, in dit rottige kikkerland van ons. Ik bedoel, pa... Piet Paulusma's contract is nu, wordt nu niet verlengd bij SBS. Omdat, omdat Piet niet binnen het nieuwe plaatje dat John de Mol van SBS wil maken past. En nu dit ook nog eens. Ja, ja, Rhinos. Dit is allemaal echt heel erg kut in dit kleine Kutland van ons. Maar ja. Een klootzakken, klootzakken die dit soort mo mooie fenomenen willen afsluiten. Om, om kleine poepen. Die, die heb je er altijd wel bij in de wereld. De, dus we kunnen er ook niet veel aan veranderen. Nou goed. Als ik verder nog wat te melden heb vandaag, dan laat ik het jullie weten. Zo, daar was ik weer met een update over de Jan van Veen-toestand. Jan van Veen is het niet eens met de kritiek die omroep Max op hem heeft. De radiomaker moet met direct ingang vertrekken bij NPO Radio 5, omdat de samenwerking niet goed zou verlopen. Omroep Max maakte maandag bekend stoppen met de Candlelight-presentator, omdat door een verschil van opvatting over de invulling van het programma een onwerkbare situatie zou zijn ontstaan. <tie> het is allemaal niet waar. Ik vind het een grof schandaal. Het is ongelofelijk. Er wordt gezegd dat de geluidskwaliteit niet goed zou zijn. Maar het is hetzelfde waar we al 15 jaar ook bij andere radiostations het programma mee hebben gemaakt. Niets aan veranderd, het is perfect. Al dus Van Veen, dinsdag in gesprek met Giel Beelen bij Radio Veronica. <coughs> Volgens omroep Jan Slachter werd het een wel eens niet te spelletje tussen Van Veen en de radiomakers. Van Veen zegt echter niet te weten wat nu echt de reden is voor zijn ontslag. Was het maar waar dat ik dat wist. Ik kreeg een brief en toen was het klaar. Vier uitzendingen. Dat doet heel, veel ver, heel vervelend veel pijn. Ik kom erop terug, uitgebreid. Maar ik moet heel even de kans krijgen om mezelf te hervinden. Er staan een aantal nu jij reacties onder dit artikel. En die gaan we even lezen. <coughs> dat, dat dan weer wel antwoord. Luister Jan. Klant is ontevreden over je werk. Dat is zijn goed recht. Dus als klant dan van je dienst af wil zien. Dan doet hij dat. Dus luister naar je klant of trek je keutel in. Maarten de paard antwoordt. Tja, oude mannen met grote ego's en vastgeroeste opvattingen over hoe het moet. Niks verrassend aan. Kijk maar naar de partij 50 Plus waar dit constant gebeurt. <coughs> Henry van Dijk antwoordt. Maar dit is hetzelfde waar we al 15 jaar ook bij andere radiostations het programma mee hebben gemaakt. Niets aan veranderd, het is perfect. Klopt, Marianne, vergeet dat de techniek wel verandert en de luisteraar inmiddels wat anders verwacht. Ik zou niet weten wat ik daaraan moet toevoegen, Rinoos. Maar... <coughs> maar we zullen zien hoe deze situatie uit zal pakken. En dat, dat moeten we gewoon maar even afwachten. In ieder geval, als ik vanavond nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Weten jullie wat bullshit is? Educatie. Ik haat het zo nu en dan. Maar het ding is, we hebben het nodig. Ik bedoel, we hebben educatie nodig om de wereld te laten werken. Maar. Maar werken. Ik bedoel, als, als mensen niks leren, hebben ze ook niks toe te voegen aan de samenleving. Maar er zijn een paar redenen waarom ik educatie soms haat. En die zal ik nu met jullie bespreken. De eerste reden dat ik educatie haat. is omdat ik. Uh, van, op mijn vijftiende ongeveer. van school ben gestuurd. om een domme reden. En ik daarna nooit weer een educatie heb gehad. Oké, okay, dus. Uh, ro rond, uh, rond, uh, rond midden, midden 2013. Voordat, voordat ik begon met het maken van Nederlandstalige vlogs, toen, toen zat ik een beetje in een creatieve dip. Ik kon, ik kon nergens mijn creativiteit kwijt. En daardoor ging het niet zo goed op school. En toen vertelden ze me dat ik een paar weken thuis moest gaan zitten. Maar na ongeveer drie weken thuis zitten, vertelde die klootzakken dat ik niet meer terug mocht komen. Ik kreeg niet eens de kans op, om, om afscheid te nemen. De, daarna zat ik ongeveer een jaar thuis. En, en, en heb ik nooit weer een educatie gehad. Te, wa, want daarna ging ik alleen nog naar dagbestedingen. Ik heb, de, ik heb dus geen diploma. Eh, en zonder diploma kan ik heel weinig doen, doen verder in deze samenleving. Eh. En, en ik kon er helemaal niks aan doen dat ik een creatieve dip had. De, de, dus, die, dus die lui van mijn oude school zijn gewoon een stelletje mogolen. Ik, uh, ik haat het toch op die school. Want de leraren uh, die mishandelden me toch op iedere mogelijke manier. Ze mishandelden me fysiek, mentaal, verbaal en ook emotioneel. De, de, dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En een andere reden waarom ik educatie haat, is omdat het mijn internetvrienden van me afneemt. Ik heb, de, ik heb dus een aantal internetvrienden. Ik vind het op het internet makkelijker om vriendschappen te onderhouden dan in het echt. Maar, maar het probleem is dat veel van mijn internetvrienden het momenteel druk hebben, ze hebben het dan bijvoorbeeld druk met school of met universiteitsstudies. En ze zijn dan erg ijverig aan het studeren. Ze hebben het dan echt reten druk. Maar, maar ik heb gewoon niks om mijn tijd mee in te vullen. Ik heb dus geen leven om het zo te zeggen. En mijn internetvrienden wel. En, en dat maakt me gewoon heel erg Pissig en gefrustreerd. Dat, dat zij hard aan het werk zijn met ijverig studeren... terwijl ik hier zit en geen drol zit uit te voeren. En dat, dat maakt me gewoon heel erg pissig. En aan de ene kant begrijp ik het wel. Ik bedoel... Om je dromen waar te maken, moet je soms naar de universiteit en, en, en studeren. Maar aan de andere kant kan ik me gewoon echt kapot ergeren aan dat mijn internetvrienden het zo druk hebben met hun studies en dat soort shit. Hoewel, dus, hoewel uh, educatie voor, zo, uh, voor sommige mensen echt nodig is, vind ik persoonlijk dat uh, educatie bullshit is en, en een verspilling van geld en tijd. Maar, uh, maar helaas uh, hè, hebben we educatie nodig. We kunnen niet aan educatie ontsnappen. Het is de onvermijdelijke bullshit. Nou goed, genoeg gerend van mij, Rhinos. Het is tijd om deze vlog af te sluiten. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. Like even mijn Facebook pagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van eventuele dingen die ik daar plaats. En volg me op Instagram. Op Instagram ben ik te vinden als Alex Neushoorn. Dan blijf je op de hoogte van eventuele dingen die ik daar plaats. Kijk elke vrijdagavond naar De Voice of Holland op RTL 4 om half 9. Het is echt een superleuk programma om naar te kijken. En kijk elke zaterdagavond om, om 8 uur naar Holland's Got Talent. Ook op RTL 4. Ook een superleuk programma om naar te kijken. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij gloeievloggen. Dan zeg ik nu zoals altijd, later.